Nederland en droogte. We krijgen er steeds vaker mee te maken. Oogsten mislukken, planten verdorren en de aarde scheurt. Maar hoe kan dat eigenlijk? Wanneer spreken we eigenlijk van droogte? Droogte is als het droger is op een plek dan normaal. Dat klinkt logisch, maar waarom is er in de Sahara dan niet altijd een droogte? In de Sahara is het altijd droog, want daar regent hetzelfde. Dat heet het klimaat. In Nederland, als we een maandje geen regen hebben, dan hebben we het al over droogte. Want Nederland is een land met veel regen en miser. Als het langdurig droog blijft, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomers, zie je eerst het gras geel worden, beken en sloten vallen droog, boten kunnen niet meer varen, boeren moeten gaan sproeien en de natuur heeft het zwaar. Zo'n uitdroging verloopt in 3 stappen. Het begint met een tekort aan regen. Je zou toch denken, in Nederland regent het toch heel vaak? En dat klopt. In de herfst en in de winter valt er heel veel regen. Maar vanaf april gaat er ook steeds meer water verdampen. De planten en de bomen gebruiken dat water om te groeien. Kortom, er verdampt meer water dan dat er valt. Het neerslagtekort. Een neerslagtekort zien we vrijwel elke zomer. Tussen deze droge periodes valt soms nog een flinke bui. Deze bui heeft alleen niet altijd de tijd om in die droge grond te trekken en stroomt over het oppervlakte af naar sloten, beken en kanalen richting zee. Hiermee lost je het neerslagtekort dus niet altijd op. Als er lange tijd geen nieuwe regen valt, dan droogt de bovenste laag van de bodem helemaal uit. Planten en bomen kunnen dan geen vocht opnemen met hun wortels. Dit noemen we bodemvochtdroogte. Boeren en natuur krijgen dan last van de droge bodem en ze moeten bijvoorbeeld gaan sproeien om hun akkers in leven te houden. Een bodemvochtdroogte zien we pas als het echt langere tijd droog is. Vaak pas in juli, augustus. Dit hebben we nu de laatste jaren gezien in 2018, 2019 en zelfs al in 2020. Blijft het dan nog steeds droog, dan zakt ook het grondwaterpeil. Dit is stap 3, de hydrologische droogte. Dan komen we echt in de problemen. Sloten en beken vallen droog. Kanalen en rivieren komen lager te staan en het wordt moeilijk voor schepen om er doorheen te varen. Ook de natuur heeft last van onherstelbare schade. Tegelijkertijd hebben ook vissen en andere waterdieren last omdat er minder water is. Als het water erg warm wordt, hebben ze zelfs problemen met ademhalen omdat er weinig zuurstof in het water zit. Die stap 3, de hydrologische droogte, die hebben we bereikt in die gortdroge jaren van 1976, 2003, maar ook 2018. Zo'n droogte gaat helaas niet zomaar weg. Daar heb je echt heel veel regen voor nodig. Helaas laat ons onderzoek ook zien dat je dit soort droogtes veel vaker gaat tegenkomen. Hoe snel die uitdroging gaat, verschilt van plek tot plek. In Hoog-Nederland zijn we echt afhankelijk van regenwater, terwijl in Laag-Nederland we water kunnen aanvoeren via de grote rivieren. Zo kan het zijn dat het in Rotterdam gewoon nog nat is, terwijl het op de hoge zandgronden al kurkdroog is. Er zijn 3 redenen voor. De eerste is klimaatverandering. Door het opwarmen van de aarde verdampt er steeds meer water en verdwijnt als wolken. Deze wolken waaien deels weg en zijn we kwijt. Tegelijkertijd komt er minder smeltwater uit de Alpen via de Rijn ons land binnen. Daarnaast is onze watervraag ook best hoog. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een land als Jordanië, waar ze elke waterdruppel omdraaien, dan gebruiken wij best veel water. Dat komt omdat we veel water hebben en daarom ook gewend zijn dat het er altijd is. Drinkwater maken is voor ons heel makkelijk. Een kuub water kost maar een eurotje. Aan de andere kant krijgen we steeds minder water, dus zal het steeds lastiger worden om dit drinkwater te gaan maken. Wat ook meespeelt, is dat Nederland is ingericht om het water zo snel mogelijk af te voeren. Bijvoorbeeld via rechte kanalen en rivieren. Wij Nederlanders staan bekend als de mensen die vechten tegen het water, tegen overstromingen. Maar we moeten wennen aan een nieuwe werkelijkheid. Droogte is in Nederland een groeiend probleem, waar we in de toekomst vaker last van zullen gaan hebben. Maar wat kunnen we eraan doen? We zullen ons watersysteem anders moeten gaan inrichten. Vasthouden in plaats van afvoeren. Water opslaan in de zomer, maar tegelijkertijd zorgen dat we het in de winter snel kwijt kunnen als we te veel hebben. Ook boeren moeten gaan kijken hoe ze zuinig omgaan met water. Nu besproeien ze vaak met enorme waterkanonnen, maar ze kunnen ook lange slangen gebruiken die veel zuiniger omgaan met het water. Je kunt ook zelf helpen. Haal bijvoorbeeld de tegels uit je tuin, zodat het regenwater dat valt de grond in kan. Zorg ervoor dat je regenpijp niet op het riool uitkomt, maar de grond in loopt zodat grondwater omhoog komt. En tot slot, gebruik geen kuub drinkwater om het gras groen te houden. Zo zorgen we ervoor dat Nederland genoeg grondwater heeft om droge zomers te overleven.